beter! We gaan de schuine borstspier trainen. Dat is een spier die veel gebruikt wordt voor het stabiliseren van de schoudergordel. Dus als je veel met rugzakken loopt, dan is het heel belangrijk dat die spier functioneel is. Nou, om die spier te activeren is het belangrijk dat je de spier isoleert. En dat kun je het beste doen door je rug te stabiliseren, je billen en je benen aan te spannen. Nu vindt de beweging alleen plaats in de borstspier. En dat ziet er zo uit. Nou, we gaan hetzelfde doen met de hoogtemasker. En dit is een hoogtemasker. Oké. Alsjeblieft. Nou, let's go. Knijp. Ja, goed zo. Ja, nog één keer en knijp. Hey Dennis, leg maar nou nog eens even de functie uit van het masker. De functie van het masker. Oké, dit masker zorgt er niet zozeer voor dat je minder zuurstof binnenkrijgt. Het zorgt er eigenlijk wel voor dat je meer moet doen om de zuurstof en de lucht naar binnen te halen. Dus jij moet eigenlijk actiever ademhalen. Als ik heel actief moet ademhalen, omdat dit een beperking, een restrictie aan mijn longen oplegt, moet ik ook ademhalingsspieren gebruiken. Om de tussenrugspieren en al die spieren waarmee je heel diep doorademt. Dus als jij later op hoogte komt, kun je met diezelfde ademconditie die je hebt, veel meer liters lucht naar binnen toe halen waar gewoon zuurstof in zit. En daarop ga je nog acclimatiseren. Dus je traint eigenlijk je longcapaciteit? Ja. Juist.